Ja, goed, we zijn weer naar boven. Ja. Ik sta hier met Guido in het clubgebouw. Het zal niet voor het eerst zijn, ook niet voor het laatst. Denk het niet. Maar we in het clubgebouw zijn. Guido, kan je een rondleiding geven? Wat komt wat? Nou, hier hebben we een opslagruimte. Dat is eigenlijk een algemene opslagruimte voor bijvoorbeeld de terrasmeubilair voor buiten als het in de winter is. Voor eventueel een klaswerk wat niet veel gebruikt wordt. Dan staat eigenlijk deze ruimte. Hebben we hier links een spreekruimte voor de wedstrijdbesprekingen en ook voor de activaties doen. Voor de koffie kunnen drinken door de week ochtends en de presentaties kunnen worden gehouden op vergadering. Daar zien we de deur. Dat is voor de technische ruimte. Voor alle installaties en dingen wat voor ons gebouw benodigd is. Dan gaan we verder. We lopen eigenlijk gang in. Het clubgebouw, daar heb je links het valide toilet, die computer staan. Dan heb je links een bestuurskamer, daar kunnen ook de besturen van de tegenstander worden ontvangen. En de wedstrijdsecretariaat op zaterdag en zondag. En die wordt eigenlijk tot hier wordt een wand staan zo. Dan hadden we daar het minder valide toilet, dan hebben we hier het toilet voor de dames. Kunnen de tassen, de jas opgehangen worden. Het is niet meer zo'n grote tuin zoals in de oude. Nee, dat is proberen we te voorkomen. Dit is jongens, hè? Belangrijk, hier de tassen neerzetten. Ja. En hier hebben we het herenvalet. Als je de bal op de grond ziet liggen, dan moet er wel een bal worden. Als je jas hebt opgehangen, dan kunnen we beginnen eigenlijk, hè? Dan kunnen we de club uit zitten. Ja, mogen we erin? Ja, we mogen erin. Mooi. We mogen erin. Clubhuis of kantine? Ja, daar is het clubhuis. Laten we maar clubhuis, jongen. Nou, hier staan we dus in het nieuwe clubhuis. Het is nog niet ingericht zoals te zien. Ja, maar wat gelijk opvalt, wat heel mooi is, uitzicht op de velden, hè? Heel mooi. Ja. Kan je al iets vertellen over de inrichting? Of is dat nog, zijn we er nog mee bezig? Nou, we zijn nog volop bezig met de inrichting. Wat we met de keuze voor het meubilair en hoe we de kantine in gaan richten. Met de hoge en lage tafels en barkrukken natuurlijk. Maar hier komt waarschijnlijk een standtafel te staan. Waar je met je elftal aan de wedstrijd gezellig wat kan drinken. Daar willen we eigenlijk weer wat hoge tafels neerzetten en met de bakkruk eraan. En verder kijken we naar deze kant. Wordt een kinderhoek ingericht met een voetbaltafel bijvoorbeeld. En even een dakbordje erbij. Dan krijgen we op de kant een tv te hangen om de voetbalwedstrijd op te kijken. Dat geldt hetzelfde eigenlijk. Als we kijken naar deze grote wand, dan willen we een groot beeldscherm hangen. Dan mag jij ook de quizvraag gaan presenteren. Ja. Dat wordt ook een presentatiescherm voor jou. En links en rechts daarvan vinden we wat foto's van vroeger en dergelijke. En Willem zal daar dadelijk nog wat meer over vertellen over het ontwerp en dergelijke. Wat is het belangrijkste in het clubhuis, Leo? Nee, de baan. Oh, de baan. Ik kijk de baan. Nee, ja, ik zet hem omhoog bij één. Oh, de stuntje. Ja, maar nee, de baan is de baan. Ja. Hier komt de baan te staan, waar je drankjes kunt bestellen. We hebben daar natuurlijk de belangrijkste leiding. Hier komt het bier uit. Daar is al dit is een. Dit is hem. Daar zit al een mantelbuis in de vloer gestort. En er komt dan zo'n pietop, wordt dat genoemd. En daar komt dan de slang doorheen. Die tank van het bier zit ergens. Ja, die laten we daar even zien. Nou, hier is dus de bar met de tap erop. We krijgen vier tapkranen. Eigenlijk twee dubbele tapkranen. Dat is volgens mij een vraag over de stad. Ja, ik had een vraag gezien op Facebook. We krijgen twee tapkranen voor het gewone bier. Eén tapkraan 0.0 bier en één tapkraan voor het speciaal bier. Dus. En dat is een wisseltapje dan? Ja, dat is een wisseltap. Daar kunnen we gewoon de fusten onder aansluiten. Ja. Dus ook passend bij het seizoen bieren dan. Bokjes en dergelijke. Ja. Maar hier komt dan. De aankleding van de bar, is hier ergens geïnspireerd?
Nou, we hebben op de... daar niet over uitvaren? Nou, dat kan ik wel zeggen. Op het sportcomplex van Feyenoord hebben we, daar is een niet zo lang geleden een nieuwe baan geplaatst. En op dat ontwerp hebben wij het geïnspireerd, ja. Ja, je kan het gebruiken. Ja, ik heb het gezegd, hè. Nou, we hebben de bar inrichting via GoPro heeft daar een ontwerp voor gemaakt. En die gaat de bar ook opplaatsen en maken. En hier komt een hele kastenwand met koelkasten en dergelijke muziekinstallatie, kastensysteem. Voor de rest zullen we er daar nog wat meer laten zien. Er zijn wat de ontwerpen van bekend ook in de film te komen. Nou, als we verder gaan, want na een paar uurtjes dan moet er toch gegeten worden. Nou, dan komen we hier in de keuken. Hier krijgen we een grote werkbank. Werkbank ook weer met een stoommachine en dergelijke. Komt aan die kant de vriezer en de koelkast te staan. En hier komt waar je hier eigenlijk op staat. Staat nog eigenlijk in de frituur. Ik sta in de frituur. In de frituur, ja. Dus daar komt hier te staan frituur en tostiijzers. En de gehaktballen, die komen ook weer zeker terug. Komt die gewoon terug? Die ja? Komen gewoon terug. Die kunnen gewoon weer mee stuiten. Dat ja. Is gerust, ja, dat wil zeggen. Je moet wel een beetje bij het oude blijven, toch? Ja. Nou, en verder hebben we hier een grote opslagruimte voor de voorraad, voor het zwemhuis. Ja, wat belangrijk is natuurlijk. En verder komt hier ook nog wat installatiewerk voor de tv en zo. Ja. Voor de grote tijdskast in en ook voor de muziekaansluiting en dergelijke. Dat is eigenlijk deze ruimte. En dan gaan we nog één ruimte verder. En deze? Ja. En dan zagen we net als een... dikke pijp de vloer uitkomen. En daar is die weer. Ja, ja. En hier komt de biertank staan. Eigenlijk waar jij nu staat, daar komt de biertank staan zoals we in het oude clubhuis ook kennen. En dan kan de Bavaria, daar hebben we onlangs ons contract mee verlengd. Die kunnen dus hier de tank komen vullen. Die kunnen door deze deur heen. En ook andere voorraad zoals radler, AA, kolen, net wat. Mooie ruime deur. Okay. Ja. Ja. Precies, ja, dan moet ook een hoop hier naar binnen waarschijnlijk, dus dan makkelijker als de ruimte. Ja, ik denk dat we wel het... Dankjewel. Mooie rondleiding. Ja.